Oh shit. Oh shit. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Het weer ziet er echt super nice uit. Het is vandaag een mooie winterdag. We gaan ook echt vette dingen vandaag doen. Er komen allemaal locals van Leuven en we gaan BMX'en. Dus het wordt echt heel veel BMX sowieso. En daar heb ik echt zin in, want na dat feest is er echt maar één ding waar ik zin in heb. En dat is gewoon lekker fietsen in het zonnetje. Dus dat wordt echt wel genieten. Ik ben vanmorgen ook al gaan werken. Ik heb daarnet heerlijk gegeten. En ik ga nu mijn rugzak maken en we gaan richting het Keizerpark. Let's go! Yes, we zijn toegekomen op het Keizerpark. Jullie zien hier de BMX crew van vandaag. Het gaat echt wel een dikke sessie worden. Ik voel het nu al. Hoppa, de sfeer is hier ook heerlijk. Het zonnetje is uit, maar er is een beetje te veel volk. Dus we gaan straks richting een streetspot. En check dit. Mijn schaduw ziet er zo groot uit. Dit is echt niet normaal. Geen idee met wat dat te maken heeft. Dat heeft zo te maken met de stand van de zon of zo. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zo groot. Holy moly. Oké, we maken er een fantastische dag van. Let's go. We zijn op de eerste spot van vandaag. Hoppa. De natuursteenledge. Deze ledge glijdt supergoed en het is hier ook echt een mega vette omgeving. We zitten hier lekker aan het water. En het grappige is ook, uit een van deze huizen komt er soms een man gelopen en die wordt echt altijd helemaal gek. Maar check dit. We zitten hier aan de bootjes. Hoppa. Het is hier echt heerlijk. Het is hier echt heerlijk. Ik ga nu fietsen. Ik heb een line in mijn hoofd en ik ga die proberen afwerken. En ik ga dat sowieso met de GoPro filmen. Joe! We zijn op spot nummer 2 en jullie zien het, ze zijn hier aan het werk. Dus we kunnen niet rijden, maar het goede nieuws is dat er daar hier net een nieuwe ledge is gebouwd. Dus dat wordt binnenkort een vette spot en ik denk dat we hier gewoon in de omgeving nog een beetje gaan cruisen. Want het is hier wel een soort van playground en dat we later gewoon naar spot nummer 3 gaan. Ik ben trouwens ook super stoked dat ik mijn line heb geland met de GoPro. De homie Alex heeft echt ook lang bezig gezeten aan een super vette trick en het is jammer genoeg niet gelukt. Maar we landen hem, of ja, Alex landt hem de volgende keer sowieso. We gaan fietsen, let's go! We'll be right back.
zonnetje zit echt heel mooi vandaag en we zijn inderdaad op spot nummer 4. De homie Jelle heeft net een trick geland. Ik heb het niet kunnen filmen, maar hij heeft het ook voor Instagram gefilmd. Ik ben ook net naar de Delijs gegaan. Ik heb donuts en een zak vol mandarijntjes. De crew is ondertussen al iets groter geworden. Jullie zien het. En ik ga hier ook waarschijnlijk nog een Nyanasa proberen filmen. Check dit. Deze guy. Die heeft zelf een fluoriserende hoed voor de veiligheid. Ik ga alles eens nu terug naar beneden. Het is hier trouwens ook een BMX paradijs met allemaal ledjes. Noem maar op, het is hier gewoon echt super chill. Let's go. Waarschijnlijk de laatste spot voor vandaag is deze wallride. Hoppa. En jullie herinneren misschien nog de dag dat ik een spot aan het zoeken was in Gent. Dat was deze spot. Dus ik heb nu de straten opgeschreven en we gaan hier gewoon binnenkort onze dag starten. Want ik heb echt super lang deze wallride niet gedaan en nu is het echt al donker en dat is echt veel enger om zo aan te rijden. Dus binnenkort komen we terug en gaan we hier echt nog een keer goed sessie in. Want zo'n soort wallrides, die vind je echt bijna nergens. En dat is echt gewoon iets uniek als je dat gewoon af en toe keer kan doen. Dus ik moet dat ook gewoon onderhouden. En als je het lang niet doet, dan verleer je het gewoon. Er komen hier ook allemaal rare geluiden. Ik denk dat er net iemand gevallen is. Misschien hebben jullie dat gezien op de achtergrond. Maar ik ga alleszins nu BMX'en. Yo. Na een super lekkere pizza zijn we opeens hier, woppa, aan het zuid. En ik ben hier homies tegengekomen, maar toen ik hier toe kwam, ging er een van die guys recht op zijn hoofd. En het grappigste van allemaal was, er kwam ook nog politie bij en die wou de ambulance bellen. Toon een keer je hoofd. Oh shit. Maar deze guy heeft blijkbaar geen pijn en hij blijft lachen. Dus super vet, blijf eens kijken. Ik was normaal nog van plan om die nose manual opnieuw te doen, maar ik was gewoon te moe en het was veel te laat en ik moest ook nog de supermarkt halen en ik heb ook de supermarkt net gehaald, dus ik heb lekker eten voor vanavond. Ik kon ook altijd iets gaan afhalen of zo, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik wil mijn eigen eten maken. Dat is veel goedkoper en veel gezonder. Hoppa, ik heb chocolade rijstwafels. Ik heb hier een groentemix gekocht. Die ziet er echt wel lekker uit. Er zit met zo van die mais in. Dus dat gaat echt wel smaken. Ik heb gehakt. Kippen gehakt. Ik heb van die aardappeltjes. Ik ben hier tegenwoordig echt aan verslaafd. En dit kost nog geen euro. Dus dat is mega chill. Tomatensoep met balletjes. Sowieso. Cashewnoten. Hier heb ik trouwens nu gewoon direct zin in. Dat zag ik echt liggen. En dat wou ik gewoon nu eten. Hopelijk krijg ik het open. Yes. Nice. Geen idee welke noten dat jullie graag lusten, maar mijn lievelingsnoten zijn sowieso cashewnoten. En ook macadamia noten, maar die vind je echt bijna nergens en ze zijn ook super duur. Garnaalkroketjes. Snoep. En that's it. Dat was alles. En ik heb ook nog mandarijntjes, omdat ik ze nog niet allemaal heb opgegeten. Ik ga nu eten maken. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Maar ik ga vanavond alleszins gewoon lekker chillen. Lekker genieten. Na een hele dag buiten zitten is het echt heerlijk om nu gewoon terug lekker warm binnen te zitten. Joe.
Ondertussen is mijn eten al bijna klaar en het ziet er echt ongelooflijk lekker uit. Ik ben super stoked, omdat ik er echt gewoon niets heb aan moeten doen. En het ruikt overheerlijk. Ik heb ook net even geproefd en het smaakt perfect. Check dit. Hoppa. Aardappeltjes, de groentemix en een beetje gehakt erbij. En dit gaat echt lekker smullen worden. Joe. Hoppa, mijn dekens liggen zo. Dan ga ik er altijd zo tegenaan liggen. En dan bekijk ik van hieruit een film. En dat gaat echt wel super chill zijn. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.